Hey mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Sugar and Friends. Vandaag het is weer op Redsel en ik ben hier gewoon met drie mensen uit mijn club. En we staan leuk op van klein naar groot of groot naar klein, weet ik veel. En Anna die heeft Starcoins gekocht, dus yay! Daar gaan we mee naartoe. Alleen Lily en Samantha kunnen niet naar Epona en ik heb het idee dat ze daar wel heen gaat. Ja. Dus dan zijn we lekker met z'n tweetjes. Maar in ieder geval, ik ben met iedereen aan het skypen hier, dus ja. Mm-hmm. Oké, Hoi. Eerst naar Gouden-Heuvel-Vallei. Ik kan met de trailer, denk ik. Kon ik ook niet heen. Ik ben loner. Dag lonertje. Doei, ik ga wel trainen. Maar ik neem op dat Anna de beesten gaat kopen, omdat... Ja, ik heb zelf niet echt iets bijzonders te doen, maar ik kan wel een paar mededelingen gewoon noemen. Zoals dat ik nu vakantie heb. Yay. Oh, ik niet. En, dat betekent ik heb dat pas over 2 weken. Oh shit. Dat betekent dat er weer een update komt, maar ik heb geen idee wat voor update er komt. Dus ja. Dat is in ieder geval... Echt oneerlijk dat jullie vakantie hebben. Ja, maar niet iedereen van heel Nederland heeft vakantie, hoor. Mm-hmm. Ik heb de 27, of nou, de 29ste pas. Paard gaat niet dood, toch wel. Hm. Arm zielig beest. Hier. Ik vind dat zo irritant, want dan zie je zo... Bij mij is het altijd dat ik zo het gulden blad niet zie staan, maar ik kan wel naar de dingen. Maar eigenlijk heb ik zondag al, of ik, eigenlijk heb ik de 27ste al vrij, want dan hoef ik niet naar school. Ik ben er! We zijn eigenlijk de 27ste. Ik ga fucking snel, maar mijn paard die stopt om de 4 stappen. Ik ben slow. Je bent een pony. Ja. Oké, ik ben mijn huis voor bezig. Lily, ben je er? Ja, weet ik. Ik dacht dat het Lily was, want die had ze eerst zo dezelfde kleren ongeveer aan. Oh wow. Wacht, ik pak even de trailer, want dat dit doen wij kan ook. Ik nog... Jij komt zo meteen mee met mij. Mag ik ook. Ik kan dan even, als jullie in een poma zijn, iets van een ander paard pakken hoor. Want dat kan. Dit gaat echt fucking slow. Ik heb mijn highscore verbrekerd. Verbrekerd? Ja. Goed Nederland. Dit. Ja. Verbeterd. Doet. Dit beest gaat ze niet verkopen. Ik vind de bruine die ik heb echt veel mooier trouwens. Ik vind deze mooi, want ik wou in mijn vaste manen en toen kwam dit. Toen dacht ik even, oh my god, ik kan de toekomst voorspellen. Doet. Ja. Oké. Oh, die is echt schattig. Koppen! Alleen die lijkt net alsof die heeft precies keigrotte bal of zo. What the fuck? Nee, ik vind het gewoon zo lekker. Anti! De witte! Yeah. Anti-hoop! Oh, hij heeft hier geen hoop. Het is zo anti-hoop spray. Anti-hoop spray. Anders doe je. Even kijken hoor. Ik ga. Anders doe je Dark Tornado of zoiets. Fox. Ik zoek. Ja, iets met Fox. Dat lijkt wel grappig. Voor duidelijkheid. Ik ga geen paard kopen. Fox Escape. Of Fire Escape. Nee, ik heb al iets met Fire. Ook al is dat een heel ander paard. Fox. Doe gewoon Fox Escape. Dat is wel grappig. Fox Lady. Dat is kei schattig. Ah, jij moet het weten, het is jouw paard. Fox Ninja. Nee. Oh ja! Er vraagt iemand of ik Starcoins wil. Nee! Gewoon negeren. Doe ik ook, ik ren gewoon door. Ga ik ook niet doen, ben je gek? Fox... Maar nee, dat klinkt niet, want dat is wel Fox Shade. Fox Kid. Maak dat zo in plaats van hinnik. In plaats van dat de paard hinnikt, maakt dat scheetgeluiden. Oh my god. Ik klik op koop een paard en dan staat er als voorbeeld Spirit Spot.
Foxboy. Foxeye. Nee. Wat dacht je van Fox Angel? Fox Angel. Wat dacht je van Foxplay? Oh my god, dat is kei schattig. Ja, vind ik ook. Foxplay. Foxplay. Eens denken. Spel. Nee, echt hè. Foxspel. Vossenspel, ja. Maar dat klinkt echt heel schattig. Ja, Foxplay. Een sluwe vos. Ik ga kopen, oké? Ja. 3, 2, 1. Foxplay, jij komt met mij mee. Oh my god, dat remt! Foxplay, jij komt met mij mee. Nu! Ik hoop dat er hartjes komen, want dat is altijd leuk. Ja, ik had dat ook toen ik mijn Noord-Zweed kocht. Ja, hartjes! Ik hou van je! Mijn vader gaat stofzuigen, dus ga ik zet even mijn geluid. Ga jij Foxplay ophalen of gaan we eerst dat andere paard kopen? Eerst dat andere paard kopen en dan kan ik die zo meteen showen. Ja. Nou. Oké, okay, waar moeten we heen? Ebona. En ik? Ja, ik ga. Bel anders Homestable en dan gaan, ja, en dan en dan naar, gaan we samen naar Noorderlicht. Oké, okay, ja. Ik ga even op mijn morgen. Gaan we rennen of gaan we met en paard? En nu gaan we lekker naar Ebona rennen. Oké, okay, rennen. Ik kan was mijn pony morgen. Weer. Morgen. Jee. Oh ja, ik ben trouwens net eerste geworden met Pony Champ. Eerste woord is leuk. Want het was zeg maar zo van eerste of tweede. En het laatste stukje faalde ik echt enorm, maar ik was alsnog eerste. Nee. Gaan we rennend of met de trailer? Rennen. Jee. Ja, ik heb echt gewoon fucking veel zwarte paarden. Anna. Hoe de fuck kan het dat we bijna even snel gaan? I don't know. Maar Big Boy niet blijft. Dus. Okay. Ik kan ook daaraan liggen. Ja, oké, okay, maar jij haalt me wel bijna in. Oh, maar bij Messek is dit ver voor. Ja, maar ja, dat is, bij iedereen loopt het spel een beetje achter. Ja. Ik heb even mijn race setje aan, mijn morgen. Zo snel, ik had ook best wel slow, maar ja. Dus ik blijf. Wat de fuck, welke kant ga jij op? Oh, kut. Dat is de weg naar de boerderij. Oepsie. Maar Lily, maar ik ben dan nooit in Epona, dus ik ken die weg niet. Lily, welke morgen heb jij dan? Die zwarte met witte manen. Oh ja, dat beest. Ik vergeet van iedereen welk beesten ze allemaal hebben. Wow, where the fuck sta je helemaal mee? Hè? Is dat volgens mij ik ben bijna in het moeras. Holy shit. Maar ik ren gewoon door, hoor. Ja, oh jee, hier verandert hij ook van kleur. Dat is echt leuk. Ik ben bijna in het moeras. In het moeras is hij ook van kleur veranderd. Ik ben nu in het moeras. Als jij nou een beetje gaat afsnijden, dan ga ik gewoon over de wegen. En dan komen we elkaar beter tegen. Ja. Ik rij even naar Fireball dan. Ik weet niet hoe dat er gaat. Oh my god, nee, oké, ik ga het niet halen. Maar ik rij naar Firegrove. Maar wij zeiden dat vroeger altijd. Ja, maar Anna zei dat. Ik typte dat vroeger ook altijd, hè. Van, waar ben je? Jij in Firegrove. Oké, welk beest wil je kopen? Of gaan we naar Crescent Moon? Crescent Moon dorp. Oh, pak. Dus ik ga de witte vries kopen. Oh. Oké, okay, dan ga ik wel even over die ene ding springen. Over dat hek. Die brug? Want, ja, over dat hek. Waarom zei ik hek? Over die brug, want dan zien we elkaar op een gegeven moment bij de koopstallen. Ja, ik ga automatisch naar New Hillcrest eigenlijk. En mensen, mijn haar ziet er niet uit. Ik weet kut, ik ga de verkeerde kant op. Oké, okay, dit wordt ook over de brug gaan. Oh. Anne, ik weet een leuke naam voor dat paard. Wat dan? Snowdream, yay. Nee. Ik wil iets met prinses of queen. What the fuck, waarom prinses of queen? I don't know. Ik heb gewoon het gevoel dat past erbij. Nee, niet echt. Jawel, dat is gewoon een prinsessenpaard. Ik heb gewoon het gevoel alsof er iets met Angel bij hoort. Nee. Een Princess Angel. Doe
Dat klinkt nou niet zo verkeerd hoor. Nee. Die bij mij gaat Angel Wings heten. Oh my god, dat is keischattig. Waag het dat van mij te stelen. Nee, nee, ik ga dat niet doen. Ik ga doen, je account hacken en dat paard verwijderen. Mijn pony is... Oh. Hier ben ik. Oh my god. Mijn pony is een level hoger. Yay. Nee, ik vind het gaat echt heel raar zijn, Anna, om jou op een wit paard te zien. Ja. In ieder geval op een witte vries, want dan ben ik niet gewend van jou. Ja, ik ook. Heel veel mensen die doen een groen setje op dit beest. Maar Dream Beauty. Wat? Ik kan in Engels. Dream Beauty. Ik weet het niet hoor. Ik zou het maar niet doen. Ice Beauty. Ja, dat is meer iets voor een, weet ik veel, een fjord of een IJslander. Ik ga mijn fjord Ice Princess noemen. Zo noemt bijna iedereen hem, Lily. Dat is zo niet origineel. Wie, wat gaat ze noemen? Ice Princess. Of Ice Prince. Dat is echt niet origineel. Dat heeft echt bijna iedereen. Wat niks. Wat betekent hij? Wat staan we even opzoeken? Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ga ook iets met Snow doen. En een van mijn fjorden gaat Snowhoof heten. Ja. En een andere die gaat Air Song heten. Dat is gewoon vet schattig. Ik ben al bij Vogel. Ik ga kijken naar paardjes. Maar wat betekent Onyx in godsnaam? Onyx is iets van steen. Oh. Dat weet ik door Pokémon. Wauw. Ja, goed. Hè. Onyx is een worm van steen hier. Sapphire, what the fuck zit die? Nu is mijn naam Sky Beauty. Dat is wel een hele mooie naam trouwens. Sky Beauty. Volgens mij kan prinses niet als eerste trouwens. Eens kijken. Nee, dat kan niet. Waar staat dat op? Ultra Beauty. Anti-Beauty. Eigenlijk moet je dan zo'n enorm lelijk paard, zo Anti-Beauty. Classy Beauty. Classic. Yeah. Nou, nee, dan moet je zo een, bijvoorbeeld een paard, een paard kopen dat bijna iedereen lelijk vindt. Dan moet je die Anti-Beauty noemen. Echt, hè? Oh, wat dacht je is van Noble? Dat was vet schattig. Stephanie had die Marble Heart. Noble Beauty? Ja, Anna, Stephanie had die Marble Heart genoemd. Ja, maar ik zeg Noble, niet Marble. Noble Beauty. Ja, man. Of Royal Beauty. Nee, waag het. Waarom? Zo heet mijn beest dat hier staat. Oh, echt serieus? Ja, zo gaat mijn Engels volbloed heten. Dus ik ga even kijken hoe... Oké, Noble Beauty. Oké? Ben je er echt blij mee met die naam? Ik weet het niet. I don't know, ik klik wel een volbokje. Rich Beauty, ah. Oh my god. Sienna Beauty. Oké, mensen. Als u wilt, ga je de video even gekocht, op pauze zetten. Want dit gaat nog wel heel even duren. Mensen, we zijn nu aan het discussiëren of het Spring Beauty of Sky Beauty wordt. Maar ik vind Spring leuker, want dan is lente schoonheid. Ik vind Sky Beauty. Samantha, wat vind jij mooi? Sky Beauty, Sky Beauty. Fuck. Nou, ik vind het ook wel mooi, maar... Mia ja, heeft dan een paard met Sky en dan ja. Precies. Ik had eigenlijk voor... Maar Sky Beauty, dat klinkt beter, vind ik. Voor welk paard is het? Voor een witte vries. Sky... Small Beauty. Kleine schoonheid. Wow. Nee. Small betekent dun. Of Silver Beauty. Nee, hij is toch niet zilver? Nee, ik weet het ook niet, joh. Doe gewoon Spring Beauty. Voor de witte vries Spring Beauty. Oh, whatever. Ik ga Sky Beauty pakken. Yes! Serieus. Wow. Ja. Echt. Dan zeggen opeens twee mensen tegen je dat het Sky Beauty moet zijn. En zeg je, nou, die van Mia is misschien wel leuker. Zeggen ze, het moet Spring Beauty zijn. Zeg je, nee, het wordt Sky Beauty. Jij maar zit Sky zo Beauty logisch dat... in elkaar, hè?
Oké, koop hem nu gewoon. Beauty is makkelijker om te zeggen. Als ik... Ik werd eigenlijk zo... Oh, vandaag ga ik eens op spreekbril hebben. Wat? Ja. Oké, okay, dus doe gewoon even klik op Sky Beauty en klik op oké, oké? Oké. Koop het beest gewoon. Ik heb een beest jong. Koop die knol. Yes. Yay. Yes. Wat? Hey, Hanne. Dat dacht ik ook met Skyfall, maar dat komt omdat er Sky in de naam zit. Echt? Weet ik veel. Oh my god. Echt zoals zelfs vliegen de hartjes zo uit de lucht. Ik ben op paardentaxi. Oh, hallo. Ja. Ik ook, en dan kom ik even naar Veergrove, want daar is haar huisstal dus. Hey, Lily. Oké, ik zal eerst dingen laten zien. En mijn Hanover aan. Ik wil... En wacht, waar? Veergrove. Ik kom eraan. Ik wil ze ook zien. Oké, Pitboy, terug in je stalletje. Oké, maar ik zou echt op dat, op die Sky Beauty zou ik, als ik jou was, echt geen groen setje doen. Nee. Een groen setje aan. Waag het naar buiten te gaan op die Hanoveraan zonder dat wij er zijn. Oh. Maar ik zou even een ander t-shirt pakken. Oké, okay, ja. Beter, dan duurt het langer. Ik ben er al. Waar ben je dan? Ja, ik ook al. Yay! Oh shit. Mijn trailer. Oh, ja. Yeah. Ik wil iets met iets roze. Ja, doe mijn setje na. Nou, het dat is niet echt een setje, Lily. Je hebt gewoon random dingen op elkaar geplakt. Echt niet. Echt wel. Alsof jij veel mooier bent. Wat? Wat? Je doet me echt denken aan die jachtaflevering in Veergrove. Ja. Oh. Eet op. Nou, fuck you. Eet Samantha op. Zonder dat ze iets ermee te maken heeft. Oh my god, Fox. Fox, please. Oké, kom. Kom nu gewoon. Kom uit je homestable, wij komen naar binnen. Ik zal daar ga je zo'n boom omhakken. Oké, ik kan nog even een dikke pakken voor... Ik kan nog even... 1, 2, 3, go! Stop met draaien! Bam! What the fuck, jij ging een beetje scheef zo. Wow. Dat was heel actief. Oké, waar is een fucking dekje? Als ik dat fucking dek in heb, kan ik naar buiten komen. Ga nou naar buiten. Ik zou heel gaan die kat gaan gewoon naar buiten. Nou, dit wijf heeft zo'n lelijke pony. Echt, die is fucking lelijk. Ja. Nou ja, hij is op zich wel oké, maar ik zou hem zelf niet kopen, want het is een dorpje pony. Je hebt toch soms ook voor niet. Als het een Welsh pony was geweest, was die misschien wat leuker geweest. Je hebt toch voor niet. Je lijkt een soort belje zond en dan... Huh? Bij mij zit je nog op je chaiers. Oké, waar nu? Die zijn meestal... Oh, wat een cool 1 of 2 naast elkaar. Mooi, hè? Anna! Lelijk, hoor. Ik wil aandacht. Nee, ook even zien. Ik ga even het lobby kijken. Nee, zo wat een kutpaard. Het lijkt net op een Barbie-paard. Ik ben echt blij mee. Een Barbie-paard. Maar dat is! Ik heb zo'n Barbie-paard dat kan stappen. Maar gewoon, die kleuren, die is gewoon niet zo glimmend en dan zo... Zo mooi lopen en dan net een Barbie-paard, hè? Ja hoor. Anna, pak je Andries. Die wil ik zien. Ja, pak die andere knol. Ja, ga maar gelijk vermoorden. Ja hoor. Mag ik eens zien? Wacht! Ik wil even op inspecteer klikken. Oké, wacht even. Ik wil even klikken. Even klikken. Foxplay. Oké, ik ga nu op die andere knol van je. Van de peert. Hallo. Oh, ik ben zo blij. Ons aan het vervelen omdat we op jou moeten wachten, Anna. Ja. Wow, ik vloog naar voren. Oké.
Je bent zo vervelend. Ah, ik kom al niet meer naar praten, dus ik blijf in mijn hoofd. Oké, okay, dit was het, nee hoor. Oké, mensen, wat zou je surprise? Dit was de video. Het mooiste paard kunnen jullie niet zien. Doei. Het allerbeste paard van de hele wereld mogen jullie lekker niet zien. Koop hem lekker zelf. Doei. Nee hoor. Sky Beauty. Oh my god. Alleen omdat je die wil zien. Oh my god. 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 Oké, kom nu gewoon naar buiten. Kut wijf. Doe normaal, Lily. Nope. Zit is mooi. Bij mij zit je nog steeds op je handen. Nee, klopt. Maar dat komt omdat haar laadscherm nog bezig is. Oh mijn god. Wow. Anna. Dit is meer een Barbie-kaart, hoor. Echt, hè? We gaan jou voortaan echt pesten. Barbie-paard, Barbie-paard, Barbie-paard. Die moet je gebruiken voor de club. Ik moet gaan. Oh, nee, okay, dat voor je extra. Nee. Ik doei. Echt heel doei. Ik doe even mijn uitrusting uit, want ja. Die uitrusting past er niet bij. Doei, bedankt voor het kijken en tot in de volgende video. Doei.